allemaal en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Reemers. Vergeet geen blauw duimpje naar omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Weet je waarom ik zeg waarom ik niet in beeld wil? Waarom? Omdat ik me eerst wil aankleden. Ah, oké. Ik ga nu lekker ontbijten. Doe maar, dat kan ik niet. Wat? Is dat de laatste? Nee. Maar als je gaat ontbijten, gaat dat toch niet? Nee. Dus ik ga nu lekker ontbijten. Dus ik heb een tasje koffie met sandwiches, boter en choco. Dan I love you, kijkers! Ze wil er toch wel op. Nee, ik zeg alleen I love you, kijkers. Voilà. Ze moet, het is nog maar wat voor 11, denk ik. Nu ben ik nu zelf aan het twijfelen met die quarantainetijden en al. Nee, kwart voor 10 is het nog maar. Dus dan is dat nog geen enkel probleem dat je in uw pyjama zit. Ja, maar ik heb gisteren ook al die dag in deze pyjama gezeten. Ja, dat is wel waar. Voilà. Dus dan ga ik mezelf aankleden. Oké. Namelijk koffie. Toppie. Wat moet ik aandoen voor deze kiezen deze keer? Daar ben ik echt heel slecht in, schat. Ja, maar jij weet toch dat jij mooi vindt bij mij? Wat heb jij nog? Proper. Ja, maar ik heb ook nog een zak waar ik al aan heb gehad, maar wat nog niet wel was. Oké. En we gaan ook zelfs ook naar de wasseretten, goed? Ja. Als dat goed is. Maar mijn begeleider moet eerst gebeld hebben. Dat klopt. Maar nu ga ik eerst eten. Oh, maar hoe ga ik dat betalen? Ik heb geen muntjes. Kunnen we daar geen muntjes kopen? Dat weet ik niet. Dat zien we wel, kinder. Goed? Ja. Dat zijn sorry voor straks allemaal, hè, kijkers. Van dat kopen en al. Ik ga even kijken waar we dan naartoe gaan. Sowieso al niet naar Sint-Truiden toe. Want daar zit de haardbron. Want ik heb al gezien dat de ziekenhuizen en al, dat daar echt overbelast zijn. Dus ik ga het niet opzoeken. Dus wasseretten, regio Alken. Dan kom ik uit op... Waar is dat? Oké, hier heb ik een wassalon in Alken gevonden, schat. Hier gaan we dus naartoe. Schat erop. Dat is ook iets dan voor de kijkers. Dus we gaan zelfs naar de Grootstraat. Dat is hier maar om de beide 2 kilometer vandaan. Ongeveer. Dus we blijven ook in kot, maar onze kleren moeten ook gewassen worden. Dan moeten we even uit het kot komen. Maar voor de rest blijven we in onze kot. Oh, mensen, ik ga weer al de deur uit. Ja, ik heb mijn mondmasker bij. Deur even sluiten met de juiste sleutel. Die ik gewoon al in mijn hand had. Dan, wat ik dan ook doe, even jullie hier neerzetten. Voilà. Het is nog altijd coronavirus buiten. Ik moet me buiten begeven voor gaan te tanken. Dan, ja, wat toch wel. Mijn veiligheidsmaatregelen. En het is ook mooi weer buiten. Zie dus, maar ik moet tanken. Ik moet tanken. Oh, even ook nog eens richting mijn brievenbus gaan. Kijken of ik post heb. Ja. Maar die laat ik er nog even in. Oh. Dus eerst een tankstation. Door het tankstation naar de winkel. Oh, mannetjes. Voilà, zeg. En ik ga dus echt niet regio's en treden, Bikkie. De eerste tankstation nu aangekomen. Ga ik eens even tanken. Even mijn bankkaart nemen natuurlijk. Voilà. En ontremt wel opzetten. Dat is nodig. Je liever zoveel mogelijk de automaat te gebruiken buiten. Ja, dat doe ik ook. Dus ik ga nu lekker tanken. Voilà. Binnen. Eventjes geduld, AUB. Diesel. Dat is pomp nummer 1. Even geduld, je kunt gaan tanken. Ja, oké. Dan heb je hier zo'n houdertje. Wat nog altijd veel mensen niet weten. Ik ga hem volledig volgooien. Ik weet niet hoeveel euro's dat gaat zijn. Dus ik zal zeggen, here we go. Daar staan de cijfers. En dat ga ik laten zien. Moet het toch bijna vol zijn. Voilà. Tjing. Mooi rond getal, dus getankt. Dan hang ik gewoon de tank dus lang terug. Dan ja. Zit ik toch weer al goed, kan ik weer al wat kilometertjes rijden. Voilà. Oh, het is wel frisjes buiten. Heb ik alles? Even snel checken. Ja, ik heb alles mee. Voilà. Terug in een auto zitten. Dan kan dat er terug op. Stel dat ik hier in een auto moest stoppen. Dan was ik toch wel wat beschermd. En dan ga ik jullie laten zien hoeveel kilometers dat ik kan rijden. Je ziet mensen, ik kan nu 937 kilometer rijden. Dus here we go! Dus ik ga nu even voor mijn schat zorgen. En ik ga toch nog wat ook drinkjes bij kopen. Die auto hè, die daar nu juist wegrijdt. Die maakt wel redelijk wat kabaal met muziek. Oh, dan gaan we eens hier eens richting de winkel binnen. Ik weet niet waar ze daar bezig zijn. Waar is de port? Nee, daar is de dingen van. Zo zet maar boven. Niet nodig, die moet zo breed geweest worden. Het is in de dagwinkel waar ze even een plastieke wal aan hem proberen te plaatsen. Maar daar hadden ze blijkbaar bijna geen plaats. En ja, dus ze moeten toch alles doen om hun eigen oor te kunnen beschermen, vind ik. En dat vind ik wel positief dat ze daar ook doen in de nacht- en de dagwinkel. minuten vol in de pit stoppen. Dat is drinkjes gaan halen. Ja mensen, hier is het al iets meer volk in de winkel. Dus hier ga ik wel mijn zorgsmaatregelen nemen. Dat ik... Voilà. Ik leg juist met een auto stil. En ik begon al te twijfelen, waar heb ik nu mijn scooters gestopt? Wacht ja, maakt niet uit. Even een winkelkarretje meenemen. Voilà, een paar keer drukker. En dan gaan we het er weer al voor. Hè. Winkelen. Nee, niet hamsteren, maar winkelen. Zo mensen, ik ben nu aan het winkelen. Maar ik wil wel één ding zeggen. De rekken zijn nu ook weer al zo goed als leeg. Godverdomme. Ik heb het toch weer al niet mee. Ah, jezus maar hier. Dat is erg. Oh godverdomme, ik heb geen melk niet meer. En ik heb ook geen melk bijna niet meer thuis. Allee, dat wordt wel een zoektocht naar melk. Joehoe! Jezus man. Ja. De cola is er nog. En fantastisch. De Fanta. Wat heb ik dan nog nodig? Ik ben aan het denken. Voilà, zo. Nee, maar gaan afrekenen hè. En voldoende afstand nemen. Nou, ik heb alles uitgeleid van de winkel, dus de pak Fanta, de pak dingen. Cola. Ik heb dan hier nog even een dutje gedaan. Mijn schatje heeft dan even ook naar televisie gekeken. Tot conclusie, ik kan nog tot conclusie. Dus dan heb ik ook nog even mijn bovenbuurvrouw ook nog moeten helpen. Omwille van dat er een pakketje verkeerd is geleverd. En ja, dat is nu ook in orde. Dan als ik ze thuis ben eten. En dan hoop ik dat ik dan mijn vlog nog op tijd in orde krijg. Die van gisteren, dat heeft ook tijdig nog online geraakt. Als dat zo niet is, excuseer. Sorry daarvoor. Echt waar, sorry daarvoor. Jullie kunnen niet meer op mijn mond zien bewegen. Dus ik ga nu vertrekken naar mijn ouders thuis toe. Even eten gaan halen. En dan... ja, kunnen we lekker eten hier. Ik ben eten gaan halen bij mijn ouders. Kijk maar, hier ligt het, langs mij. En ook mijn kleren, daar. Voilà. Ik sta hier even stil. Dus om te kunnen filmen. En dan gaan we dit ook even afzetten. Dus ik ben nu terug onderweg naar mijn appartementje toe. Daar kunnen we lekker gaan eten samen. Ik en Bea. En ja, we gaan ook s'avonds nog iets heel leuks doen. Ja, ik ben momenteel ook een livestream aan het doen op YouTube. En jullie kunnen dat ook dus altijd dus mee komen chatten. Als je altijd hier op het belletje klikt, dan krijg je een certificatie dat er een nieuwe livestream aanwezig is op mijn kanaal van YouTube. Cool, komen wij dan ook in de vlog? Ah wel. Ben Verdict, ja. Dus bij deze, kijk, hupsa, ik ga dus even naar de chat toe, als dat mij lukt. Zie dus de chat. Woppa, Maar het komt wel niet goed over op mijn camera, jammer genoeg. Maar als er iemand een shout-out wil doen, is nu de moment, want ik ben nu aan het vloggen. Dus ik hoop dat er mensen toch een shout-out willen doen. Dimi, film de chat nog eens, please. Oei, 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 oei. Ik moet nog eens de chat filmen, mensen. Oh, wacht hè. Ik kan het dus niet zien als de chat erop staat, ja of nee. Ja. Dus ik ga dus even met de camera draaien en dan ga ik dus even ook eens de chat filmen, mensen. Zo mensen, ik ben nu ook de chat aan het filmen. Je ziet van boven, hey Dimi, dus Ben Verdict was het eerste die daar op mijn livestream reageerde. Ik hoor u, zit er nog altijd zoveel vertraging op als ik zo'n livestream doe. Dus hoe jullie mij nu hier zo zien, hey, dan zit er geen vertraging op. En dan heb ik ook van Jordi, hoi Bea en Dimi, groetjes vanuit het ziekenhuis. Via deze weg doe ik ook de groetjes terug. Ik ga het niet halen, vrees ik. De corona heeft mijn longen aangetast. En dan heb ik ook gezegd tegen Jordi, je gaat het zeker halen. Dan ook tegen Ben Verdict, welke taal is dat, Dimi? Dus ja, ik was hier op Google Translate bezig met mijn eigen naam en dergelijke. En ja, het ziet Ben Verdict Makawa figuurtjes. Lol. Wat hebben jullie vandaag allemaal gedaan? Simon Bus, dat gaat je ook in een vlog terugzien. Nu jouw naam ook. Cool, komen wij dan in de vlog? Ja, bij deze. En zit ik moet dat soms wel eens VG. Die Ben Verdict is lollig aan het doen. Op de chat. En nu, ja. Hola, laten focussen. Ja. Gaat Ben nog iets zeggen of niet? Ben benieuwd. Gooi ik dit er nog eens even op, mensen. Nee, Ben Verdict is precies weg, want ik heb jammer genoeg nog maar één kijker. Als dat dus niet meer wordt in een kwartiertje, ja, dan stop ik ook sowieso met livestreamen. Want mijn schatje, die zit daar ook nog naar de film te kijken. Hé hey, schatje. Alles goed? Oké. Okay. Naar welke film zit je aan het kijken? Ja, dat kan ik niet uitspreken. Ah, oké. Okay. Ik kan zelfs nog verder kijken, weet ik, van Netflix. Ja, ze is... Op CD 2. Op CD 2 of zoiets. Ik ben zo terugkijkers. Ik ga even laten zien wat zij aan het kijken is. Kan ik daarop inzoomen? Ja. Dat is zij nu momenteel aan het kijken. Maar het is heel slechte beeld. Ik ga even gewoon naar daartoe. Hop, 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 hop. Dat is ze nu aan het bezien. A, B, C, D, 2. Oké. Okay. Is het een goede film? Ja. Aanrader? Ja. Ik vind van wel, maar daar moeten mensen wel van houden, want niet iedereen houdt van dansfilms. Oké. Okay. Ja mensen, ik ga u één ding al zeggen. Kijk, het is donker buiten. We zitten nog altijd in onze kot. Blijf in uw kot. Volgens Maggie de Blok. Oké, okay, dan doen we dat ook. Hè. Ziet, mijn pc's zijn al allebei afgesloten. Mijn laptop is afgesloten. Die pc is afgesloten. Oei. Geen signaal. Voilà, die beeldscherm is ook uit. Dan gaan we subiet richting de slaapkamer. Dan gaan we nog even familie kijken, puurpolitie kijken en zijn knol kijken. En dan richting Dromenland. Ja? Ik denk dat we naar boven gaan kijken. Watte. Alles? Ik ga het niet kunnen meevolgen. Oei, mijn schat gaat het niet mee kunnen volgen. Oei. Ja, want het is al... Eens even gaan kijken. 10 uur. Voilà. Bijna 10 uur. Dus dan moet het hier ook stil zijn voor het nachtlawaai. Nee, ik heb nog altijd respect voor mijn onderbuurvrouw. Echt waar. Dus, ik ga hier bij de grootste studio aller tijden zo afsluiten. Ja, zo. Vergeet geen blauw duimpje naar omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Klik ook op het belletje, want de laatste tijd doe ik toch wel regelmatig tijdens deze moeilijke tijden wel een livestream. Van ja, ik weet ook mij niet beter om mij bezig te houden. Met deze tijden, het duurt lang. Voor mij is dit al de 3e week dat ik hier gewoon op mijn appartementje zit. En ik word gewoon ZOT. Dat mag je toch zeggen, hè, schat? Ja. Dus ik weet echt, maar ook echt, anders er mij niet in. Ik weet het gewoon niet meer, waar ik daarmee moet mee bezighouden en al. Mijn schat is daar juist hetzelfde. We beginnen hier echt ons te vervelen. En nu heb ik Netflix. En nu is er Netflix door mij. Voilà. Ik ga jullie laten. Tot morgen. En dankjewel weer om een deel van mijn leven uit te maken. En die ook van Bea. Tot morgen. Yo. Ja, ik val door in slaap. Mag ik de kijkers u laten zien hoe het er niet bij ligt? Ja. Kijk hoe zij er niet bij ligt. Ze is echt op. Tot morgen. Yo.